Oh, er zit hier karamel in. Ja. Ik neem deze. Het ziet gewoon even goed als normaal. Nee, echt niet. Echt wel. Voelt al zo lekker. Zijn in Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar de vlog van vandaag. En we gaan de kinderen wakker maken. Het is 7:30. En ze moeten naar school. Ik ga je al zwaaien. We gaan niet weg. Doe niet eens wat zwaaien. We zijn er net. Kom, zal ik jou tellen? Kom. Ga eens kijken bij je broers en zussen. Ik doe het raampje wel, het gordijntje wel open. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey Nout. Hoi. Had je mij gemist? Nee. Hoi. Hey Eline, had je mij gemist? Ik jullie ook. Hey. Hey, kan je al een beetje beter fietsen nog? Huh? Kan je al beter fietsen? Ik heb maar 1 keer gefietst. Oh? Want de volgende keer had opa het vergeten. Komen jullie eruit? Gaan we lekker ontbijten? Nee. Oh, ik heb nog een cadeau voor jullie alle drie. Oh? Wat is dit van jou? Hey, Jusje. Hey. Hallo. Ook gemist. Jij mij ook een beetje? Ja, die is een spreugel. Ja, hè? Een paar dagjes, hè? Wat was dat? Hé. Hey. Oh. Ik kom voor de cadeaus. Wauw. En ik heb nul gaatjes. Ik ook. Niemand heeft... Niemand had gaatjes. Had toen bij je huis vol moeten zijn, zei mama al. Toen we naar de tandarts waren. Want toen waren er wel allemaal maar gaatjes. Nou, nul. Heel mooie kleur van lief. Dat is met 7 kinderen wel heel knap, hè? Okay. Oh, nee, deze heeft Cheryl gekleurd. Tijd om naar school te gaan. Een paar wormpjes in de bed. Daar komt Floor, die heeft mij zeker gemist. Hé, schat. Waar is het dan? Soms gemist, Floor? Ik jou ook. Ja, dat hoorde ik al. Ja? Wie had jij nou? Alleen dan niet pittig. Oké. Okay. Ja, dat wil ik wel. Eerst maar even kiezen. Van de repen. Vind je dat dan denk ik? Nou, de oudste, de volgende keer ook jong, de oud. Ja, dat is leuk, hè? We hebben Spaanse snoepjes meegenomen. Maar er zit ook Nederlands gewoon normaal tussen. Nee, die wil ik. Rustig. Nee, die mag als eerste kiezen. Lief. Guusje? Dat is beter, hè, voor aan jouw sleutel. Ja. Kan je fietsen? Je moet een nieuwe sleutel hebben, toch? Ja, dan kan ik die hier nu meteen aandoen. Kijk, er staat hier, zet de mannenka op. Voor Eline. En deze? Voor de jongens. Waar is de familie? Die heb ik bij de mailtjes aandoen gezien. Ik mag als eerst kiezen, dus ga ik mee. Nee, als laatst. Jij gaat die kiezen. Nee, dit is ook met koekjes. Wat is dit? Cookies cream. En dat zijn een soort balletjes, weten we niet. Oh, er zit hier karamel in. Ja. Ik neem deze. Dat vind ik echt lekker. En dan mag Stan kiezen, maar die is er nog niet. Wat is dit?
Je weet het niet. Dit is gewoon meelkoud. Dat mag nou. Nee, ik neem deze. Nee, eerst wat ik stel. Deze is echt lekker. Wat is dit? Oh ja, stel al. Stam was het jaar leuk, weet nou het ook al. Mama, papa, een sleutelhanger van jullie. Oh, laat je dan zien wat je... Van FC Malaga. In plaats van FC Barcelona. Ook sleutelhanger, denk ik. Meer hetzelfde als jou ook, zo'n schoen. Zo'n bar had hij gekozen. Sleutelhanger voor jullie. Oh, sorry. Nou, Eline. Oh, Stam. Deze. Deze is ook hartstikke leuk. Noot, Floor. Het is deze, ik weet niet wat het is, dus ik weet het lekker. Wat is dit? Ik ben zo'n Sortella. Ja. Ja, dat vind ik lekker. Oh, nou. Ook dit. Dat zijn heel veel. Madelief, jij mag nog kiezen. Dat zijn er echt heel veel. Maar lief, even kiezen op soorten balletjes. Lengen wel lekker, maar zulke die ken ik wel en deze kunnen niet. Welke wil jij? Ken je die balletjes? Ja, die hebben ze hier ook in Nederland. Oh, ook ja, al. Die zijn gewone ballen, alleen ja, maar ballen. Is nerds. Oh. Dunnies. Die zijn alleen dunnies maar ballen. Oh, nou, dat is in deze voor papa. Ja, ook even Merel, toch? Merel heeft dan, die mag als eerst. Echt, wat was zij? Zo'n bak. Zo'n shit, heel veel. Nou, wij gaan een tafeltje dekken, ja? Ik ben heel blij dat ik terug is. Ja? Ja? Oh, wij gaan gelijk met zijn doosje spelen, ja. Ik vroeg ook. Papa. Ik vroeg ook. Wat is dit, jongens? Hebben jullie ons... Is er nog iets bijzonders gebeurd? Ja, maar niemand heeft gaatjes. Niemand heeft gaatjes. En nog iets? Op school? Nog iemand goede punten gehaald? Of ja. Geen goede punten? Een 6 en een 10. Oh, dat is samen een 8. Echt? Ja. Gemiddeld een 8. Wie zijn deze? Nou, recht op mij. Hoe was de hockeytraining? Nee, die linker is voor mij. Ja, ik zag ook de 6 van mij. Deze voor jou. Papa. Nou, toen was de hockeytraining. Leuk. Ja. En maandag. Mama, ik heb... En maandag hadden jullie ruzie gemaakt, had ik gehoord. Nee, waarom? Jullie maken toen nooit geen ruzie. Omdat ik niet overpaas, gaat hij zeggen, straks slaap ik de kaak. Hè? Nee. Je hebt niet goed verstaan. Zegt hij altijd. Eline was er ook bij. Ja. Wat zei jij dan? Hij zegt altijd dat hij slaap ik. Nou, hoe heet je? Ik zei alleen... Sam, dat de hele tijd zo druk te doen. En hij paast niet over. Dus ja, omdat zei... er 5 om me heen staan. Ja. Dan kan ik niet pasen. En ja, jij stelde je aan. En toen zei Sam, nou doe eens even rustig. En toen zei hij, doe eens rustig jongen. En dan loopt hij weg. Jammer. Nou, was wel fijn dat die moeder... Ja, bij mij liep die ook weg, ja. Was wel fijn dat die moeder de trainingen overnam, hè? Bijna iedereen had een onvoldoende. En jij had een 6. En een 10. En van deze dag want, 17. Bijna iedereen had een onvoldoende. Is dat niet mijn mes? Het speelt wel heel erg uit. Dit is deze mes. Nou, smakelijk eten. Wij zijn onderweg naar Roosendaal. Want de betaalmachine is kapot. Tenminste, er zit een briefje vast waarschijnlijk. En daar heb je één bepaalde sleutel voor nodig. En die hebben alleen Jan en ik. Dus als er dan echt een grote storing is, dan moeten wij er even langs. Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit, want ik heb ook nog strippenkaarten bij, ijskaartjes, cadeaubonnen, wat is allemaal op. De koffiemachine moet ik even bijstellen, want de koffie liep te langzaam door. Ja. En ik heb nog broodjes voor een hamburger tent op de markt. Die had mijn, toen we al in Spanje zaten, gemessengerd. Of wij briochebroodjes voor hem konden bakken. Die hebben ze al op broodje hamburger. Maar hij was niet helemaal tevreden over wat hij al heeft, denk ik. En 3 jaar geleden, toen wij starten, had ik al aangegeven, hey, we hebben hele lekkere briochebroodjes. Ja, we bezorgen toch met medisch. Dus ja. Dat is hartstikke goed te combineren. Nou, wie weet gaat het nou wel lukken. Ja, zo komt er elke keer iets bij, hè? Ja. Dat is wel, vanochtend de test gebakken voor ze. Want ze hadden andere gewichten dan wij standaard hebben. En die geven we even af. En dan gaan we daar gewoon. En mijn bril is klaar. Oh ja. Dus die halen we op. En dan gaan wij gewoon tussen de middag broodje hamburger eten, denk ik, daar zo. Met dit briochebroodje. Met dit briochebroodje. Ja, en dan daarna gaan we weer terug naar Oudenbosch. Ik heb vanmorgen al even gewerkt en... Dan gaan we ook nog eventjes kantoorwerk doen vanmiddag. Ja. En dan vanavond
gaan Nout, Stan en Merel gaan survivalen met de hockey. Guusje heeft een kinderfeestje van een vriendje. Vanavond? Ja, we gaan zwemmen bij Laco. Ja. Dus die moet dan, ik had het zo bedacht, dan zetten we Guusje af bij het feestje. Dan halen we Madelief en Floor op bij de hockey. Dan zetten we Stan, Nout, Merel af bij survivalen. Ja. Dan moeten zij al gegeten hebben. En dan eten wij daarna. En dan gaan we vanavond naar een voorstelling. En dan kunnen we daarna ook weer... Jij hebt ook nog, die kaartjes hadden we al. Af en toe doen we wel iets te veel. Nou ja, die hebben we echt... Vorig jaar. Ja, al besteld. Dus ja, dat kwam nou zo uit. We gaan naar Emiel van der Locht. Dat is een cabaretier. En die is geboren in Oudenbos. Ja, die kwam altijd in de winkel. Ja, zo vroeger we mee wezen stappen. Ja. En nou staat hij gewoon... Nou staat hij gewoon op de podia. En dat is wel leuk. Hij is wel heel grof. Ja, en eerst dachten we, moeten we dan niet gaan vanavond. Maar ja, dat vinden we ook zonde. Want ja, ik vind het wel leuk om hem te zien. Dus, maar het komt zich mooi uit. Want dan... dan kunnen we daarna de kindjes of zo ophouden. Die hier zijn ook laat klaar. Dus het is weer een vol dagje. We zijn daarna pakken we de kinderen weer op. Ja, dan moet ik even kijken. Maar we zijn weer back in business, hè? Ja. Ook wel leuk, want ik vond daar ook lekker aan. Zo'n paar dagjes dus, was lekker. En, maar nu weer thuis en alles in het ritme is ook weer fijn, toch? Ja. Zonnebril toch? Of een. Echte? Oh, een normale. Guus! Guusje! Kom hier kijken? Jij wilde hem zien, hè? Kom even kijken. Ik heb de vlog al een beetje gezien. Oh, nou, dan weet je wat erin zit. Oh, de brillen heb je in de vlog een beetje gezien. Niet. Moet je niet of in het doosje mooi zo te zien? Oh, je mama gemist natuurlijk, hè? Dan moet ik even kijken naar hoe dat doosje open gaat. Zonder dat ik het sloop. Ik ben bang dat ik dat kapot maak. Oh, daar gaat hij. Heline. Oh, zo ziet het er wel leuk uit, maar het lijkt wel een beetje op zo'n oude mensenbril. Ja, mama is ook al een beetje oud. Ja. Als ik nou heel schil kijk zo, dan zie ik het best redelijk. Hij is wel leuk. Ja? Vind je het leuk in oud? Zo'n grappige ronde bril. Mama! Wacht even. Wow! Hoeveel vingers steek ik op, Eline? Twee. Ja. Guusje, oh, die staat overal. Hoeveel vingers steek ik op? Vier. Nou, hey. Misschien heb je wel een bril nodig. Mag ik? Ja, ik zie gewoon heel goed hoor. Met die bril? Ja. Beter dan normaal? Nee, even goed. Nu is nou echt zo'n nerdje. Oh. Dit staat erop, hè, Nout. Doe nog eens. Doe nog eens. Nee, Nout, doe nog eens. Nee. Dit is bij Junior. Kijk, Junior. Junior. Kijk, hè. Oh, niet al met die barladen. Nee, wacht even. Mag ik eens, mama? Ho, 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 ho. Daar gaat hij. Ik zie gewoon even goed als normaal. Nee, echt niet. Echt wel. Dan heb je wel een brilletje nodig. Mag ik? Dan zit je rond de min 3 of zo. Hij zit onze klas. Ik heb er ook op laten meten. Dat heb ik echt 2 maanden geleden of zo. Ik zie het ook. Wij twijfelen toch over haar ogen. Ja. Die zat een beetje in het midden. Zij zit altijd zo. En die kon echt zulke dikke tekst niet lezen. Die deed echt zo. Ik kan het echt niet lezen. En nu ze ging kijken en ze moet een bril en lenzen. Een bril en lenzen? Een bril of lenzen? Ja, of lenzen. Heb je handdoek al gepakt en zo? Ja. Zijn jij klaar? Wij dan moet ik even eten. Dat kan ik echt niet. Ja, in grill. Staat je wel, Nout? Wat? Is dit voor survivalen blote benen, zou je dat doen? Ja, hoor. Nee. Tuurlijk, ja. Ja, maar als hij dan zo moet kruipen op zijn knieën? Moet je niet zo kruipen op knieën? Knieën zijn toch kapot? Nee, je moet broek hangen. Komen die knieën zo kapot? Ho, oh, pas op. Ja, mijn knie is ook al kapot. Oh, komt er zo kapot? Hoe komt er bij jou zo kapot, Nout? Door duinhoogte. Papa. Ben je goed met schoolreisje? Ik ging tokkelen. Maar toen... over dat hout. Nee. Oh, ging je stoer doen? Zo? Nee, voor je bril. Papa! Dat het vuurstenen zijn. Dat snoep was. Nee, dat die zijn.
Voor je ogen. Ja. Papa, pas voor op met die kleintjes, hè? Je weet het dan niet, hè? Nee, nee, gewoon afblijven. Papa, op het begin zie ik het niet zo goed, een beetje schil. Maar daarna zie ik het gewoon heel goed. Nee, dat is bij mij ook. Als ik mijn ogen trek of een beetje schil kijk, dan zie ik het wel beter. Dan zie je het beter als je schil kijkt. Dan zie ik. Ja, maar dat is ook bij mij, maar ik zie het gewoon goed daarmee, hoor. Met die bril? Ja. Ik zie niks door die bril. Ik wel. Nou, we gaan frietjes eten. Kan ik? Nee, ik ga bij Laco. Oh, jij hebt iets bij Laco. En dan jij hebt een kinderfeestje en dan eet je daar. Ja. Mm-hmm. En als het goed is, ben ik het enigste meisje. Net zoals bijna elk kinderfeestje. Alle jongensfeestjes. Ja, ik ga toch naar best wel veel feestjes van jongens. Ja. Misschien vindt hij me wel leuk. Kan jij nou mijn vloggen? Ja. Oeh. Hé, hey, Stan heb de friet. Hé, hey, Stan de man die alles kan. Hé, hier. Doe jij deze schoenen aan voor het zwaar? Ja, ik heb andere schoenen. Nou, die jongens gaan nu even eten. Ja, Stan, Louten en Eline. Merel. Oh, jij gaat niet survivalen. Nee. Papa? Ja. Kusje gaat naar feestje. Maar oh, ja. Die brengen we nou alle vier weg. Zometeen. Familie weg. Ja. Nou, Guusje, heel veel plezier. Lekker netjes blijven. Ja? Geen gekke dingen. Oh, Stan, we hebben jouw haar nog niet gezien. Dankjewel zeggen. Ja. Tegen de mama voor het feestje. Ja. En zeggen dat we hier hoeven zijn. Ja. Oh. Nou, waar blijft die? Laat je haar eens zien. Ik vind het heel kort, toch? Nee, veel, maar bestand nog. Nou. Wel leuk. Voelt dat zo lekker, hè? Ja. Alleen, dit is wel lang gebleven. Ik vind het zo mooi als zo lang als zo toen jij op die zwart-wit foto stond met Nout. Dat is jouw haar zo mooi, hè? Nou. Ik heb vandaag die foto nog gezien. Wat? Dat jullie samen op die zwart-wit foto, dat jullie zo staan. Dat vind ik zo mooi. Dan zit jullie haar zo mooi. Ik vind dit zo mooi. Nee, dit vind ik echt niet mooi. Ja, ik veel te glad. Veel te kort. Ah, het zit wel lekker, mama. Nee. Ik mag het ook niet voor jou. Ja, toch niet zo met zo'n pot gel erin? Het zit wel veel fijn hoor. Nu komt er ook. Nee, het zat helemaal hier, hè? Ze had zo'n stukje gel gedaan. Ja. Junior wil mee. Die wil meegaan, zeg maar. En toen deze zo en toen deze zo bij mij. Was het niet druk? Kon je allebei tegelijk? Nee. Moest je wachten. Het was een beetje druk. Ja, taxi is druk. Veel plezier, schatjes. Geen ruzie maken. Nee. En je eigen dragen, hè? Mama. Tot straks. Doei. Nou, wij gaan weer weg. Lekker. Doei. Doei. Oh. Ja, je hebt jouw ijsje aan Junior gegeven, die krijg je niet meer terug. Maar nou krijg je wel hapjes van hem, of niet? Mag ik? Nou, zijn kleren in de was. Oh. Oude mannen liefje. Houden allemaal. Maar je knie gebeurt er nood. Survival, denk ik. Waren er veel van het hockeyteam? Ja. Allemaal? Nee. Er waren ook een paar die hadden iets voor de kerk of zo, wat niet deed. Wow. Het vormsel? Oh, nee. Ja, vormsel. Okay. Wout was er niet. Ja, jullie moesten daar naartoe. Wie waren er allemaal niet? Wout, Lucas. Twee maar. En gaan we morgen binnen? Ja. Nou, de vorige keer wel 19 verloren, maar nu zijn we beter. Nou, nu zijn we hier met heel team. Zien jullie dat jullie alle drie hetzelfde zitten? Ja, we doen altijd dit. Dat is mijn zitje, Junior doet ook altijd. Ik doe ook altijd dit. Ik ook. Dus het zit gewoon fijn. Wat ik nu aan het haar kan voelen. En dus televisie kijkstand zo. Ja, ik ook. Televisie staat niet aan. Ik ook altijd zo. Nee, want we gaan slapen, hè? Uh-huh. Hoe laat gaan jullie eruit? Jullie moeten om 11:30. Hokje, dus 11 uur verzamelen. Moet je even op de fiets daar naartoe? Want mama is in Oude Bos. Ja, en ik ga om 5 uur banket bakken morgen. Ben morgen de banketbakker. Bakker. De banketbakker. Bakker. Bakker. En dan kom ik naar jullie. Ja. Op de koortje. Ga je ook nog mee naar Merel en Eline kijken, of niet? Ja. We moeten wel pas om 2:45 spelen. Kwart voor drie? Nee, maar kunnen we even tussen... fiets van de camping, die staan ook de fietsen maken. Dus even... Ja, dan kunnen we tussendoor toch even nog thuis werken of iets doen. En ik ga morgen op de fiets. En jullie kunnen gewoon op de fiets naar
Ja, ben ik niet. Fiets aan de hockey, je weet de weg. En weer terug ook? Ja. Je weet de weg, hè? Ja, wij gaan slapen. Ja, ik ook. Ik ga morgen mee. Nou, allemaal bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Dan loopt het doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Waarom doen jullie altijd zo? Daar staat abonneer. Staat daaronder? Ja. Weet je dat zeker? Ja. Ik heb, ik, nee. Nee. Staat eronder. Jullie doen altijd zo. Ja, maar ik heb het al lang gecheckt. Oké. Okay. Nou, houdoe! Houdoe!